1400 tukkers op de dijk. 22 bussen waren ervoor nodig om de supporters van FC Twente bij Volendam te krijgen. En de eerste mogelijkheid is er voor FC Twente. Segnini komt in botsing met doelman Michaelis. De tweede doelman van Volendam. Na de botsing, scheidsrechter Van Dijk ziet de ernst meteen. En Michaelis met een droeve aftocht. Geblesseerd aan zijn hoofd. Espinoza vindt het hoofd van Oosterwijk. Het is een vrije kopkans voor de spits die in de basis mocht beginnen. Ook Ricardinho weer bij Twente in de basis zelf. En Schenk voor de tweede maal dit seizoen, de verdediger. Dit is Espinoza opnieuw. En Brama, wat een fantastische goal. En zo komt FC Twente dus op voorsprong, op slag van rust door Wout Brama. Ja, als hij scoort, verliest Twente nooit, riep ooit Sander Bosker. De doelman van de kampioensploeg van Twente, dat is een tijdje geleden. Maar dit is een fantastische goal. Goed binnengeschoten door de aanvoerder van Twente, Wout Brama. In blessuretijd Dodeman namens Volendam vindt het hoofd van Boy Dul. Ook een vrije kopkans voor Volendam dat in de eerste helft de minder is van Twente dan in de tweede helft. Dan zijn de rollen omgedraaid. Is Volendam beter uit de kleedkamer gekomen? Heeft Volendam Boy Dul? Ervaren voetballer natuurlijk. Niemand grijpt in bij Twente. En Drommel ziet er ook niet heel erg goed uit. En zo komt de verdiende gelijkmaker op dat moment voor Volendam. De goal gescoord door Boy Dul. En Volendam-Twente dus 1-1. Dan de slotfase. Met weer FC Twente, met Boeren. Die vindt Brama. Oosterwijk, dit is de kans op 1-2. Maar niet besteed aan de spits van FC Twente. Jari Oosterwijk mist de tweede opgelegde kans in de wedstrijd. Dan dreigt Twente weer punten te verspelen. Hier de rode kaart voor een verdediger van Volendam, Bailey. En dus Volendam in de slotfase verder met 10 man. Heeft FC Twente in Espinoza iemand met een geweldige trap. En notabene de verdediger Peet Bijen met de 1-2. Weer Peet Bijen, weer belangrijk voor Twente. Wat schiet hij die bal goed in, doelman kansloos. En zo wint Twente, tenminste, zo lijkt het. Want we zitten inmiddels in blessuretijd. Berestijn, Dodeman en nog één keer Volendam. En een fantastische reflex van Drommel voorkomt dus de gelijkmaker. Pech voor Volendam. En feest bij Twente dat dus met de schrik vrijkomt.